Er zijn honderdduizenden mensen die per dag moeten vluchten. Moet je je voorstellen dat heel Leeuwarden, 100.000 mensen, dat heel Leeuwarden binnen 24 uur moet vluchten. Er zijn verschillende workshops waar ze vanuit Solidair Friesland zeg maar, activiteiten hebben opgezet. Bijvoorbeeld van Amnesty International, maar ook bij het bureau Toomba gaan ze het hebben over grondrechten, mensenrechten en individuele vrijheden van kinderen. Zeg maar. De vredeskuier in Ljouwert wordt voor de tweede keer organiseerd. Nou, ik vind het wel een belangrijk onderwerp, ja. Het is op zich wel leuk om te dwan. Het is wel leuk, maar die bol en wol, dus... Dan vermaak ik het wel. Ja, ik vermaak het hier wel, ja. Aan het eind van de middag is de Walk for Peace afsluiten met live muziek en multiculturele hapjes.